Hallo back Legion en welkom bij weer een nieuwe part van Thief. Wij moeten naar links toe en dan nog een paar dingen. Ah, je kunt het ook wel zien op de map zelf, maar... Who's that about? Niemand. Dat is door een roosje en de zeven dwergen. Allemaal samen tegelijkertijd. Even kijken. Ah, daar kunnen we natuurlijk ook niet op. Daar moeten we ook een ropey dart gebruiken. Dan gebruiken wij een ropey dart. Dan gaan we nu ropey naar boven klimmen. Hier van naar binnen. Volgens de Lord en zijn flower. Jawel. Meer dingen hier. Nee, stoelen die... door dezelfde persoon gebruikt zijn, zo te zien. Ze zijn op dezelfde plek afgesleten. Precies dezelfde plek. Dat is wel lelijk. Een beetje slecht eigenlijk. Maar ja, we moeten hier naar beneden. Au. Dat hij het overleefd is een wonder. Nou kunnen we eindelijk hier naartoe. Die brug had ik al een keer eerder opengemaakt. We konden toch gewoon niet verder. Maar nu dus wel. Chapter 3. Dirty Secrets. Nou pas starten we daadwerkelijk de fucking chapter. Wie had dat ooit gedacht? Alles ervoor is allemaal voorbereiding met spul en... dat, het duurt best wel lang, vind ik. En niet dat het erg is, niet negatief bedoeld, dat het lang duurt. Want het zijn maar 8 chapters. En daar werd iedereen een beetje bang mee gemaakt. In principe in het begin van, ja, er zijn maar 8 chapters en dat is het al. En maar toch zijn we al aardig wat parts verder. En we zitten nog steeds... we beginnen nu pas met de derde chapter. En er zijn er 8. Dus dat wordt dan een serie die in de 40, 50 parts loopt, als het zo doorgaat. Natuurlijk loopt het iets minder hard door. En dit is die brothel trouwens. Oké, wat wil ik nou vertellen? Ah ja, maar het wordt natuurlijk wel iets minder, dat is logisch. Omdat we nu heel veel exploren ook. En op een gegeven moment heb je natuurlijk alles al wel explored. Dus is er dat niks nieuws meer. Dat is ook logisch. Maar... fuck, kan ik hier naar binnen kijken? Er ligt een kistje daar. Ja, dat zie ik ook. En dan? I'd give for a coffee. Voor koffie? Heb je daar zin in, jongeman? Wat is dat voor ding? Wat kunnen we met dat ding achter hem? Even with the city like it is, the Aristos still slink down here. What else are they gonna do with their time? Count their gold? If I had a lordly pile in Dayport and all the coffee the money could buy, I'd bring the girls to me. Kijk een blunt arrow daar bij, actually. Nice! Zieke shit! Fucking ziek! Dat was fucking ziek. Dat was echt bruut. Holy crap. Dat was echt nice. Dat was echt nice. We gaan alleen nog af hoe we daar binnenkomen. Maar ja, dat zijn zorgen voor later. Kijk, kunnen we hier naar boven? Ja. Oh, wat is dat? Dat is een mentje. Een mondje. En verder is hier niks. Dus even wat sneller wandel doen. Ah, ik zie daar iets. Ah, dat is ook een vaas. Goddammit. Helemaal blij dat ik iets zag. Is het maar weer gewoon een stomme vaas. I hope you don't expect me to assist. No, not at all, sir. Damn! Oh, ik heb zo'n hekel aan rijke mensen. Dat klinkt heel dom. Maar zoveel van die rijke lui zijn zo fucking
kakkerig en uit de hoogte, net zoals deze dude. Er is iets mis met die. Je verwacht toch niet dat ik meehelp, of wel? En ja, ik kan die stem iets te goed nadoen misschien, maar. Nou, zal ik wel meevallen, maar. Oh, echt. Help gewoon mee, stel je niet aan, fucking hell. Als ik nou miljoenen win, dan ga ik echt niet uit de hoogte doen, hoor. Van, oh, dat ga ik niet doen. Puh, daar ben ik veel te duur voor, of weet ik veel. Dat raakt er niet aan met mijn handen, dat zal mijn rot zo zijn. Fucking. Zeker wel even dat het zijn. Well, I'm certainly paying. Als je doorgaat ben ik certainly dood. Reken erop dat ik ervoor zorg dat je doodgaat, vriend. Ook letterlijk. Shit floats downstream. Oh my god, dit is lomp. Dat is jouw probleem. Nou, oh, wauw, je bent bij de docks geweest. Goed voor jou, jongen. Koop een lolly en vier het. Vuile, rijke homo. Oh, ik heb zo'n hekel. En, niet per se rijke mensen, ik zei net rijke mensen, maar meer de kakkers. De echte kakkers. Oh, daar heb ik echt zo'n hekel aan. I might be dressed in leather, but I don't think I'll pass as the cabaret act for the evening. I'll have to sneak inside. We've been expecting you, sir. If I could just see your invitation. Oh, the invitation. Oh yes, of course. I have it here on me. Niet dus. Heeft die jongen nou zijn invitation nog een keer laten zien? Wat is hierboven eigenlijk? We hebben die deur wel open gedaan. Allemaal leuk en aardig. Ah. Of niet? Nee. Waarom kunnen we hier niet langs? Oh, daarom. Waar komen we nu weer uit? Ah. Sneaky way. We hebben de deur wel open gedaan, maar we gaan via de sneaky way. Nou, dat kan eigenlijk, daarom. Geen speciale reden te hebben om iets te doen. We moeten daar nu wel langs. Ziet er wel ziek uit hier. De game ziet er sowieso al mooi uit. Qua sfeer en alles vind ik hem echt perfect. Dat zeker wel. Echt wel een goede game. Alleen zijn er een paar dingen gewoon die je... Ja, te gewend bent eigenlijk van Assassin's Creed en eigenlijk. Dat je gewoon ver kunt springen. En dat kan Garrett niet al te veel. Zeg maar gewoon haast nooit. En dat is een beetje kut. Maar voor de rest zijn we eigenlijk ook nog weinig tot geen bugs tegengekomen eigenlijk. Dus dat is ook positief nieuws. Ik ben benieuwd of ik daadwerkelijk hoeren te zien krijgen. Oh ja, maar die hebben de kleren nog aan. The madam's chambers would be a good place to start. Die zijn lekker aan het slaapje doen. Mood in here, I can fill my pockets too. I think I spotted my cousin. The mask is an improvement. Ciao, ciao, office. You're so cruel. Tell me about your cousin. Night's going on forever. Dat is een probleem. Dat hij forever bezig is. Waar moeten we heen? Ik wil wel zoveel mogelijk looten hier natuurlijk. Of wie dus op zich.
Slaapje, slaapje, meneer Guard. Dit is de ingang voor die andere deur. Die het nog niet is op dit moment. Kut. Heb ik nu al mijn focus gebruikt? Nee. Okay. Dat is het probleem. Er zijn hier heel veel tafeltjes met dingen. Kijk, want daar ligt daar wel wat. Even kijken, ligt hier nu ook nog wat dan of niet? Ik kan het daar niet eens goed zien, joh. Interessant. Dan zeggen ze, hij is hap aan het spelen, maar dat ja. Oké, blijf me lekker hap. Come on, Susie. You know the madam's rules. No touching the merchandise. Well, perhaps when your shift's over, what will you do then? I'll shuffle home. Big and paw like always. Gods to grief holes. Boobies! Hey, dat zijn geen boobies trouwens. God damn it, dat was niet de bedoeling. Load loss safe. Maar volgens mij is dat bij de landing, hoop ik. Maar dat was niet de bedoeling, maar we zagen daadwerkelijk boobies. Wow. Die game heeft gewoon naakt in het. Nee, dat is nog gelijk al niet meer geschikt voor heel veel. Madame's chambers would be a good place to start. If I don't spoil the mood in here, I could fill my pockets too. Aha, wat gaan we doen? We weten waar we allemaal naartoe moeten. How do you know? I'm wearing a mask. It's not your face I was watching, sir. In het hoerenhuis. Night's going on forever. Dat meepakken, dat meepakken, dat meepakken. Gaat dat lekker? I think I spotted my cousin here. The mask is an improvement. You're so cruel. Tell me about your cousin. Nee, daar word je blij van. You're trying so hard to avoid my eye. Come on, Susie. You know the madam's rules. Susie, we hebben Susie's boobs gezien. Well, perhaps when dat was interessant, Susie's boobs. What will you do then? I'll shuffle home. Big and paw like always. So hungry. Wat gaat die guard doen? Nou, picklock. We nemen alles mee, hè? Dat is het belangrijkste. Alles meenemen. Opium bucket is almost empty. Can you help me fill it? I need to finish these drinks. I'll come over when I'm done. Opium? Opium is toch drugsachtige rommel, dacht ik. Wat is dit? Ah, het is gewoon het lampje uit de knop. Wat is hier beneden dan? That's a lot of opium. If I overload the pump, it's sweet dreams for everyone. There's a mechanism behind the tank. It must control the shutters. I know madams used to always look under the mask, but they're so paranoid. It's best when they fall asleep before they finish. Makes them easier to sketch, that's for sure. Okay. Are we nu alleen voor die food? What the fuck? Weeks now I didn't see Lord Van Vernon. He'll be fine. Rich folks don't get the gloom. It's his heart I'm worried about. Every time he sees me get undressed, I think he's going to die right there on the rug. Ah, hier. Dat was het. Een of andere trap is gedisabled nu. Positief nieuws.
business for extras, I could milk that man dry. He keeps talking about his cousin in the treasury. You'll need to wash the silks for a week if you milk anything out of Thorburn. But his boring friend Horatio what's-his-name is here. Ah, ze waren vriendelijk tegen hun klantisie, of niet? Over hun klantisie. Komt meneer Gart er al aan? Three men this week who've wanted me to play a duck frock. Poor boys. They can't get it dirty at home and they daren't go to skin market for the real thing. Hmm. Daar moeten wij naartoe. Alleen die lui zit in de weg. I really can't stand Lord Robert as a client. There's just nothing to work with. Oh, wat een fucking interessant gesprek. Ha 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 ha. I've heard it's like stroking a turtle. Oh, I'll never look at it the same way. Did somebody do that? Give it a look. Oh, die fucking raaf. Ah. Oh my god, ik gebruikte het verkeerde toets. Kur, kur. Oh. Stap ons in de kast. Ik gebruikte... dat was dom. Ik gebruikte dodge in plaats van shadow move, zeg maar. Dat was een beetje dom. Mijn jongen loopt naar beneden. Dat is prima, is akkoord met mij. Get out of the shadows, will you? Ja, maar daarachter stond een dude. Dat wij... binnen waren gaan via dat ding waar we gelijk de lul geweest. Laten we de kaarsje uit doen. Kaarsje uit. Boobies op een painting. Sorry. Ik zit nog steeds gebukt. Ga staan. Komen er meer mensen? Er komen meer mensen. Oh oh. We worden altijd gezien door iemand. Gedood, gedood. Niet mij, niet mij. Het sorry. We hadden altijd gezien, waarom die guard die kwam van voren? Die guard kwam van voren. Waarom... waarom loopt hij opeens dan naar ons toe? What the fuck? Zo, dan ben ik een baal. Wat is dat allemaal maar niet, jongen? Oeh, nice, we kunnen hier boven langs. Ik heb gelijk iets geleerd. Wat een ben ik een baal, holy fuck. Ik wil de hendel omzetten natuurlijk, dat is het idee. Hebben we een throwable? Volgens mij nog wel. Wat we gaan doen, is de throwable pakken. Hey, did somebody do that? Go on then, have a look. Ah. Jij moet ook kijken. Jullie moeten beide kijken. Who's there? Anybody? Not every sound means trouble, thankfully. Oh, what the fuck? Gelijk die reet naar achter. Oké. Okay. Dan mevrouw Boop ook neer. Kijk, boobies! Oh, oh my god, zijn handen gaan er gelijk zo. Ah, zij is al dood. Even kijken, wat. Hebben die kraai? Dat ding wat er is. Raaf. Hij is voor mij allemaal hetzelfde, joh. Die dingen. Wat kunnen we doen? Ah, ze hadden nog gold op zich, tuurlijk. Zij had, ik dacht al dat zij ook niks had. Dat is ook... Nou ja, doe maar. Ze werd ook zo uit. Boeit me verder ook niet. We gaan deze helemaal overhalen. Never cared for this stuff.
Had hij een beetje naar de kloten. Maar alleen af of iedereen nou een beetje woozy was in zijn kop was. Ik denk het wel. Yep. Iedereen ligt neer. Iedereen ligt neer. Wat? Iedereen ligt op de grond. Perfect. Beter dan dat kunnen we het in principe niet krijgen. Alleen benieuwd of iedereen overal op zijn bakkers ligt. Laten we het hopen. Dat maakt ons werk een stuk makkelijker. Picklock, sneller. Nou, iemand naast mij wakker wordt, hè? Dat is wel gewoon zo. Maar dat zal wel niet, denk ik. De meeste zijn wel neer, alleen hier zijn een paar mensen wakker, leek het. Of zijn die nou ook wel neer? Die zijn ook wel neer. Mevrouw de banjo-speler is neer. Zijn wij nu banjo-spelen? Nee. Het is geen banjo voor de duidelijkheid, dat weet ik. Maar. Het is wel handig dat iedereen nu kastje waarde legt. Niet dat ik hier eigenlijk nog iets weg moet hebben volgens mij, maar... Deze twee zijn dood, hier lag verder volgens mij ook niks. Oh, wel, dit toch. Een schaar. Het is wel apart dat Garrett hier geen last van heeft, vind ik eigenlijk. Wel handig dat hij hier geen last van heeft, maar natuurlijk wel apart. Iedereen er last van heeft, behalve Garrett. Wacht, was dit nou nog een ding waar mee kan nemen? Yep. 35 coins zelfs. Is het hier ook opium land? Wat kunnen we hier doen? Oh, what the fuck? Wat gaan we nu krijgen? Dat is een dude. But you already upped the black tax twice this quarter. Dat is een dude. Making life difficult. It would be a shame if the opium trade started. Dat is die thief hunter, die dude, die linkse. I'll have it for you later this evening. Good. If I have to wait, then I'll have a bit on the house. Something young. Oh ja, tuurlijk wel, hij wat jong en juicy. Nou, pak die gas maar. Jasmine's getting too old. I want something younger. No, petals do not work directly with the clients. You know that. Juist. Uh-oh. You will have bitch fight. But the rules about my girls will be obeyed, even by you. Jasmine will fulfill your requests. She better have everything ready. Dat is echt gewoon een dude met strikjes in zijn haar en een jurkje aan. The hummingbird suite, okay? Gaan we daar naartoe? Dan gaan we daar die dude vernachtelen. Why someone hasn't cut your throat by now. Nou, hetzelfde kunnen we over jou zeggen, vriend. Waarom heeft iemand dat bij jou nog niet gedaan? Maar, we gaan... iedereen zo gauw zou binnenkomen, gaat iedereen neer. Dat is wel een beetje lelijk, dat zou je een beuk kunnen noemen op zich. Een kleine, het is niet geen storende, want ze zijn allemaal neer, dus dan is het goed, maar het is gewoon een beetje raar.
Maar we gaan hier verder in de upper levels in de volgende part. Ik hoop dat jullie het leuk vinden nog. En geef natuurlijk een dikke like als je het leuk vond. Deel het met je vrienden, zet hem in favorieten. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Laters.